Hey allemaal, welkom bij Kopje Comics. Ja, hier zit ik dan weer, mooi in, op mijn stripkamer. En dit is dan weer de derde vlog van de top 3 stripboeken voor en met stripliefhebbers. En dan naar 2023 dacht ik, nou, ik heb hier ook een aantal boeken nog bij me liggen. Black Star van Erwin Suval en geschreven door Peter van Leerum. Daar een verhaal van Piet Zeeman. Ik heb hier nog Rita en Stolp van Scratchbox. En deze is uitgebracht door Amorus. Ze hebben het net niet gehaald in mijn top 3. Deze is ontzettend gaaf. Maar ja, ik kan inmiddels alle boeken van Scratch Comics als Scratchbox wel in mijn top 3 gooien. Maar deze hebben het net niet gehaald. Deze heeft het ook net niet gehaald. Hij is wel ontzettend gaaf. Tof een science fiction verhaal van de uitgebrachte Amorus, zoals ik al zei. Maar nee, net niet geschikt voor een top 3. Maar ja, dit is de derde vlog al van de top 3. En er zijn eigenlijk best wel veel mensen die willen meedoen. En daar ben ik heel blij mee. Dus voor vandaag heb ik ook 3 filmpjes van 3 verschillende persoonlijkheden. Ik heb Hans Takelrork, ik heb Remco van Rems Comics. En ik heb Dennis, de striplezer, bekend van Instagram en de podcast. Dus 3 filmpjes vandaag. En we gaan gewoon eens lekker beginnen met Hans Takelrork. Met zo'n hele geweldige top 3. Daar komt ie. Nu werd mij ook gevraagd om een top 3 te maken. Een makkelijke keuze zoals je ziet. Om gek van te worden. Wie vraagt nou alleen maar een top 3? Als er zoveel mooie stripboeken zijn. Maar ja, ik mocht er maar 3. En willekeurig volgorde. Ik begin met IJsseltje. En waarom IJsseltje? Ja, ik vind IJsseltje sowieso leuk. Maar dit jaar ben ik ook heel groot fan geworden van Coy Beran, de schrijver. En ja, ook een beetje natuurlijk wel de tekenaar Satouf, want dat is natuurlijk voor Jacarino daar de bier van de toekomst. Ja, top tekenaar waar je zo dol op bent, Jacarino. Speciaal voor jou ook. Nee, Coy Beran is een hele goede schrijver. En ik moest een boek hebben van Lauwert. Want dat is ook een uitgeverij die mij dit jaar ontzettend leuk heeft verrast met hele mooie dingen. Nou, ik zal je wel even laten zien nog ook van... Onze grote vrienden. Kijk. Dat ziet er toch wel mooi uit. Ik zal nog eventjes een andere. Kijk. Het is ook gewoon fantastisch getekend. En Coy Beran is een hele goede auteur. Lauwert. Ook een aanrader voor een uitgeverij. Ja. Wat zeker niet moest. Dat wist ik heel zeker. Het beest. En Beest, ja, Sidrou, schrijver, wie kent hem niet? Ja, fantastisch schrijver ook natuurlijk. En Frank P. Ook helemaal dol van. Ik ben dol op wat hij maakt. Dit is wel het meeste werk van hun tweeën ook. Kijk eens eventjes. Ja, geweldig toch? En ja, ik zou eens even kijken of er nog wat moois is. Want kijk, dit zijn ook van die hele mooie prenten toch. Geweldig van. Ja, ik heb Beest 1 ook gelezen en het is gewoon een top boek. Ik kan het echt aanraden. Dit verhaal is ook weer fantastisch. Het is niet de Marsupilami zoals we kennen. En om de top 3 af te sluiten. Ja, dit was voor mij het verrassende boek. De Verboden Haven. Voor mij onbekend. Ik was absoluut ook niet bekend met... Therese Radjats en Stefano Tursoni. Ik zal vast wel weer fout uitspreken, zoals velen van ons in de vlogs doen. Ik ben blij dat ik daar niet de enige ben. Een strip in het zwart-wit. Ja, je moet ervan houden. In dit verhaal is het fantastisch. Dit is ook een heel mooi verhaal. En dan is daarom de achtergrond kijken van wat er gebeurt. Verrassend verhaal ook. En ik vond het een verhaal wat mij ontzettend aansprak. Onbekend, dus dit is voor mij de verrassing van dit jaar. En ja, zoals je ziet, ja, ik kan nog zoveel keuzes maken. Dus ik denk als we gaan zitten hier, dat we een hele avond een vlog kunnen maken met allemaal leuke strips. Maar ik hou het bij deze top 3. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En ik hoor graag welke top 3 jullie hebben. Ja, en het stripkookboek deel 2 is natuurlijk ook net uitgebracht.
Er zijn echt zoveel mooie boeken uit 2023. Maar ja, ik kan alles wel in de top 3 willen gooien. En ik denk dat Hans hetzelfde probleem had. Wat zou Remco ervan vinden van Rems Comics? Ja, die heeft meer met comicbooks uit Amerika, dacht ik. Toch? Nou, laten we eens even kijken in het volgende filmpje van Remco uit Eindhoven. Daar komt hij. Hey, hallo, ja, hier Rem Comics in Kopje Comics. Ik maak sinds kort ook vlogs over comics. En ja, Arjan vroeg van, hey, heb je zin om een top 3 te geven van 2023? Nou, en daar heb ik, want ik heb heel wat leuke dingen gelezen dit jaar. Ik verzamel best wel breed, dus ik zal ook een vrij leuke top 3 hebben. Om te beginnen op 3, deze Flater slaat weer toe, de nieuwe Guus Flater. Het is sinds, ik denk 20 jaar mijn eerste kennismaking weer met Guus Flater. Vroeger wel eens wat gelezen. Maar echt, het is lachig hier op brullen. En het is heel jammer dat het door rechtszaken en zo veel later uit is gekomen dan de planning was. Maar de nieuwe schrijver Dilaf, die dat schrijft naar het werk van Franquin, heeft echt een goed werk geleverd. Het ziet er mooi uit, echt in de klassieke Guust-stijl getekend. En de humor, nou, ik heb iedere 2 pagina's minstens een keer dubbel gelegen van het lachen. Dus dik tip, Guust Flater slaat weer toe. Dat is nummer 3. Nummer 2, daar zat ik een beetje te twijfelen, want het is sowieso een Marvel-comic. Maar ik ga dan toch voor deze. Deadpool 7 Slaughters. Deadpool 7 Slaughters vertelt 7 korte verhaaltjes van afslachtingen in 7 dagen. Door ook even zoveel schrijvers. En Deadpool maakt de meest gekke, bizarre dingen mee. En ik heb dit in 1 ruk uitgelezen en zelfs nog 2 keer herlezen. Want het is echt fantastisch hoe dat mensen hier verschillende benaderingen doen ten opzichte van het karakter Deadpool. En zeker die afslachtingen die hij doet, de moorden die hij pleegt en alles. Hilarisch. Dikke, dikke tip. Deadpool 7 Slaughters, een one shot. Dus je kunt hem mooi kopen, meteen lezen. En dan ben je er ook gelijk mee klaar. Hij is echt heel tof. Mijn derde, mijn absolute nummer 1 van het jaar. Dat is een nieuwe serie van Marvel. Marvel Gods. Ik kan me voorstellen als je het eerste deel, dit is de Scotty Young variant. Ik kan me voorstellen als je het eerste deel leest, dat het je niet meteen pakt. Maar het is Jonathan Hickman, dus geef het een kans. Hij bouwt een mooie nieuwe wereld. Die een soort crossover is tussen aardse bewoners en de Marvel superhelden uit het universum die je wel kent. Zoals Doctor Strange best wel een rol heeft al meteen in het begin. Ik denk dat dit een van de leukste series gaat worden de komende tijd. Ik heb dan ook gelijk, deeltje 1 was wat dik. Beetje langzaam, zoals we Jonathan Hickman kennen, maar erg mooi. En deeltje 2, dat was, ik heb hem in 2 versies zelfs per ongeluk dubbel gekocht. Maar ik vind die covers zo mooi ook. Marvel Gods is mijn dikke tip voor dit moment. Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen. En ik hoop dat jullie heel veel leesplezier beleven. En misschien met de kerst nog wel een leuke comic krijgen. Veel plezier met Kopje Comics verder. Want er komen nog meer top 3 aan. En ik zie jullie graag snel in de toekomst. Bedankt voor het kijken en veel leesplezier. Doei! Ja, ik heb dan niet heel veel met podcasts, maar de striplezer, daar was ik ook eigenlijk wel heel benieuwd naar van. Hé, wat zal de top 3 zijn van de striplezer van Dennis? Die heeft eigenlijk ook wel heel veel verstand van stripboeken en dergelijke. Dus ik heb hem ook gevraagd en ik ben ontzettend blij dat hij mee wil doen. En ik hoop dat jullie dit ook heel leuk gaan vinden. Dus bij deze, de derde filmpje van Dennis de striplezer. Daar komt hij. Hoi, ik ben Jeroen. Ook wel bekend als striplezer op Instagram en Facebook. Ik heb een top 3 gemaakt voor Kopje Comics. Een top 3 die je perfect kan lezen met een kopje koffie. En de eerste uit de top 3, dus de nummer 3, is, sorry voor mijn taalgebruik, Kutbeesten. Het is een super gave gagstrip van Jan-Willem Spakman. Het bevat allemaal strookjes, of eigenlijk 2 strookjes per pagina, van in totaal 6 plaatjes, waarin dieren worden besproken. En die dieren komen er over het algemeen niet best vanaf, want waar het eigenlijk over gaat is dat alle dieren die hierin staan, en ik noem even de categorieën op, lullige landlosers,
walgelijke waterwezens, kriebelige klote kruipertjes en vieze vuile vogels. En binnen die categorieën zitten gewoon normale dieren, zoals de Komodo vooraan, de papegaaiduiker. Wat zat er nog meer bij? De grote keizerlibel. Op zichzelf niet hele rare dieren, zou je zeggen. Maar als je dit leest, dan merk je dat de tekenaar in staat is om over elk dier toch wel iets enorm negatiefs en vooral heel grappigs te zeggen. Het is een samensmelting van feitelijke informatie over de dieren, want je leert er toch nog wel wat van. En heel veel harde, droge en soms ook hele grove humor. Een dikke aanrader voor de dierenliefhebber, maar ook de liefhebber van gagstrips. Mocht je denken, nou, dit is mij iets te gek, dan is er ook nog een leuk alternatief. Jan-Willem heeft namelijk ook een boekje gemaakt, dat heet Helemaal Wild. Het zijn soortgelijke stripjes, ze lijken er een beetje op. Maar dan wat kindvriendelijker, ze worden namelijk voorgepubliceerd in de Quest Junior. Er zijn inmiddels ook 3 delen van verschenen, net als van deze. Dit is deel 3 en van Helemaal Wild dus ook. Ook leuk voor kinderen trouwens. Ik lees ze wel eens met mijn dochter. Nummertje 2. Ook goed om te lezen bij de koffie. Het zijn zelfs 2 delen. Het Beest, deel 1 en deel 2. Onlangs verschenen, deel 2. Er zat zo'n 3 jaar tussen. En Het Beest gaat, misschien zie je het wel, gaat over de marsupilami. Je kan het zien als een soort van origin story. In de jaren 50 wordt de marsupilami door dierenhandel op de boot verscheept naar de haven van Antwerpen. Daar ontsnapt hij en wordt vervolgens gevonden door een jongetje. Je zal misschien denken, dat zijn wel heel veel spoilers. Nou, daar begint het een beetje mee en daar gaat het over. Dat jongetje neemt al vaker dieren mee naar huis. En dit is toch wel het het alleruiterste waarmee hij tot nu toe is thuisgekomen. Er zijn ook wel wat mensen die denken van, mysterieuze dier met die luipaardvacht en die lange staart. Misschien kunnen we daar nog wel een soort van commercieel succes mee uitvoeren. Dus die gaan op zoek naar dit beest. Terwijl dat jongetje natuurlijk het beest wil beschermen. Gaaf geschreven. Er zitten wat romantische elementen in, maar ook zeker wel spannend. Het is geschreven door Zidrou. Wellicht wel eens van gehoord. Heeft heel veel verschillende dingen geschreven. Een van zijn series waar ik fan van ben is Mooie Zomers. Is een gave serie. Dit is wel iets anders. Hoewel er wel wat vergelijkbare elementen in zitten. Maar de marsupilami. Het verhaal rondom de marsupilami is wel echt iets unieks. In dit tweeluik. En de tekeningen, ik liet net al wat zien, zijn van Frank P. En dat is echt waanzinnig goed gedaan. Ja, ik laat zomaar wat zien. Maar magistraal tekenwerk. En even lekker op de bank met dit boek. Of deze 2 boeken. Kopje koffie erbij. Misschien heb je wel een paar kopjes koffie nodig. Maar dit is lekker wakker worden hoor. En dan is het nu tijd voor nummer 1. En ja, ik kom er dus net achter dat ik dat boek heb uitgeleend afgelopen weekend. Ik had hem op het lijstje staan als nummer 1 voor deze video. En helemaal niet aan gedacht. Ik heb maar iemand uitgeleend die enorme affiniteit heeft met het onderwerp. En het onderwerp is Star Wars. Het boek heet namelijk Lucas Wars. Het is een biografie over George Lucas. Ik laat hem hier zien. Gaaf boek. Ik laat hier ook nog even een stukje pagina zien. Mooie artwork. Het is vrij minimalistisch getekend, wat ik wel gaaf vind. Omdat het niet afleidt. En alles wat in beeld gebracht wordt is heel duidelijk. Allemaal enorm herkenbaar. Ook de karakters. Het is dus een biografie over George Lucas. En het gaat over de start van zijn carrière tot en met het uitkomen van de eerste Star Wars film. En ik moet zeggen dat ik vind Star Wars leuk, maar ik ben niet enorme kenner. Ik ben geen grote fan. Ik vond de biografie rondom George Lucas erg interessant. Dus daarom heb ik het gekocht. En ja, ik kon het boek niet wegleggen. Het verhaal is super interessant. Zijn carrière is zeker niet vanzelf gegaan. Hij heeft echt een enorme hobbelige start gehad. En ja, dat is super goed verteld. Veelal ook in dialogen. Of die dialogen dan ook echt letterlijk zo hebben plaatsgevonden, geen idee. Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit.
Heel erg soepel is, op een hele soepele manier is het verhaal rondom George Lucas verteld. Ook het verhaal rondom het starten van de film. De eerste Star Wars film. Het scenario wat hij probeerde te slijten, dat wilde eigenlijk niemand hebben. Hij kon onwijs moeilijk kon hij een crew en een cast vinden. En dat hele proces, dat wordt heel erg goed beschreven in deze prachtige graphic novel. Dus ook die met een goede kop koffie. Ga er lekker voor zitten. Haal hem in huis of zet hem op je verlanglijstje voor de feestdagen. Lucas Wars is mijn boek van het jaar 2023. Vergeet mij niet te volgen trouwens op Instagram. Ik ben daar te vinden onder de naam Striplezer. Ook op Facebook. En ik ben te luisteren. En de boeken die ik net heb benoemd, die zijn daar ook besproken in de podcast. Comic Talk NL. Die kan je vinden op Spotify of in je favoriete podcast app. Dus ik hoop jullie daar weer te zien. En alvast nogmaals fijne feestdagen. Doei! Hey, bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als dat ik het vond. Het is bijna tijd voor de vierde filmpje, de laatste. En wie komen er dan nog aan bod? Oh ja, er komt nog iemand hier uit de buurt. Leon Verhoeven van Reboot Comics heb ik ook gevraagd. Ik heb nog wat meerdere mensen gevraagd. En mijn eigen top 3, die komt toch ook eigenlijk wel dicht in de buurt. Hè? Die moet eigenlijk wel komen. Ja, en dan, zoals je ziet, er zijn echt zoveel mooie boeken uitgebracht. Die komen natuurlijk niet allemaal uit 2023, maar een aantal van deze wel. Bijvoorbeeld, ik heb hier nog Erik Kriek en Padengod. En ja, zeg het maar. Er zijn eigenlijk best wel heel veel leuke stripboeken en comics uitgebracht. Dit gaat dan wel moeilijk worden. Ik wens jullie in ieder geval een paar hele fijne dagen. En ik zie jullie volgende week misschien weer terug.